Cultuur in actie. We zijn er nog steeds live vanuit Utrecht met de teller die inmiddels staat op 359.502. Heeft u vrienden, familie, kennissen die nog niet met ons meekijken? Zorg ervoor dat ze zo snel mogelijk surfen naar cultuurinactie.nl en dat ze natuurlijk meestemmen en dit prachtige initiatief steunen. Bij mij aan tafel René Soutendijk. Ja, hi. Actrice. Actrice. Ik noemde net spetters, hè, voordat de uitzending live ging. En toen zei u automatisch tegen mij, ja, nee, ik heb veel meer gedaan. Hè. Laten we even heel kort samenvatten. Wat zijn nou de hoogtepunten uit uw carrière volgens u zelf? Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ja, maar wat kijkt u zelf op een mooie manier op terug? Ik heb 70 films gemaakt en heel veel theaterstukken gespeeld. Wat zijn de gespeeld. Krenten? De krenten zijn toch wel de films die ik met Paul Verhoeven heb gemaakt. Omdat dat me heel veel heeft gebracht. En heel veel heb daardoor kunnen doen. Carrière technisch. Carrière technisch. En in het buitenland. En vooral dat. Op welke rol bent u het meest trots? Nou ja, voor een actrice was een rol als Van de Koelemeren des Doods. Ook heel lang geleden. Maar dat was wel een van de rollen waar je echt je tanden in kan zetten. En zoveel aspecten van het acteren in kwijt kan. Dus dat was wel een van de hoogtepunten, ja. Ja, en u zegt, ik heb in 70 films gespeeld. Ja. Dat hoor je bijna niet meer van Nederlandse acteurs. Dat is zo'n gigantische... Ja, maar ja, ik denk in 45 jaar. Hè. Het is natuurlijk ook niet zeg maar in één jaar. Het is flink uitgespreid. En daarnaast heb ik natuurlijk heel veel theater ook gedaan. En dat zou ik ook dit seizoen weer gaan doen, volgend seizoen. En dat is natuurlijk ook weer gecanceld door deze situatie. Maar 45 jaar, hè, bent u actief. Dan bent u eigenlijk de beste persoon vandaag om aan te vragen. Heeft u de afgelopen 45 jaar gezien dat er veel veranderd is in deze sector? Ja, zeker. En wat is er met name veranderd? Door de komst van internet en nieuwe media is de sector enorm veranderd. Omdat je natuurlijk door die streamingdiensten makkelijker content kan zien. En er is dus met daarmee ook heel veel afleiding. Dus de concentratie op één film of één productie is veel moeilijker te krijgen in deze tijd. Maar ja, dus het heeft voor- en nadelen. De nieuwe technieken zorgen dat je sneller en makkelijker kan opnemen. Maar ja, het wezenlijke, wat een acteur ervaart en wat mij altijd enorm heeft geïnspireerd, is gewoon het collectief creëren met elkaar. Een acteur alleen is niks. Je bent met de mensen op de sets, met de mensen waarmee je repeteert voor het theater. Dat is wat acteren is en wat creëren is. En iedereen is belangrijk. Ja, en een acteur alleen werkeloos, het is de pest voor elke creativiteit. Mensen moeten kunnen blijven werken en spelen en zich geen zorgen moeten maken. Want ik ben bang, mijn angst is gewoon die enorme kaalslag die mogelijk gaat plaatsvinden de komende jaren. Ja. Want aan welke collega's, aan welke mensen in uw vak dacht u het eerst toen dit allemaal gebeurde, toen deze gigantische coronacrisis uitbrak? Aan wie moest u als eerst denken? Nou ja, eigenlijk aan een hele jonge, nieuwe generatie. Er zijn van die platforms, de Oerol, de parade, zeg maar de filmfestivals. Waar mensen, jonge mensen kunnen netwerken, waar ze kunnen zich laten inspireren. De arthouses, weet je wel, waar je kleine mooie pareltjes kan zien van films. Door die anderhalve meter economie is die mogelijkheid er niet om te creëren, want er is geen afzetgebied. De mensen je kan geen geld daarmee verdienen. Genereren. Dus ik ben bang dat die pareltjes en dat het jonge talent en het creëren en het ontwikkelen van talent, dat je dat niet kan redden met een steunmaatregel, maar dat je daar toch structureler de komende jaren hulp aan moet gaan bieden. Om nog überhaupt te kunnen blijven bestaan, of tenminste als acteur. En dat het wellicht ook minder aantrekkelijk is om
acteur worden als ambitie te hebben. Zeker. Ik denk Absoluut. Dat er daardoor ook ja. minder mensen zullen zijn, of jongeren zullen zijn, die denken, ik ga maar naar de toneelschool. Nou ja, omdat er komen al heel veel mensen van de toneelschool af. Er zijn al, van de acteurs die er zijn, is het geloof ik dat 20% maar daarvan echt kan leven. 80% ja, heeft af en toe een klus, maar niet constant. Dus ja, heel veel jeugd, omdat zeg maar de shows op tv. Het is heel dichtbij, weet je wel. Iedereen hoopt ontdekt te worden. Maar om dat langere tijd vol te kunnen houden als acteur. Dus het kunnen blijven spelen en veranderen en leren. En die vlieguren blijven maken. Vlieguren, ja, en dat is het belangrijkste. Maar we hadden het net al over de opkomst van social media en al die online mogelijkheden. Ja. Bieden die dan geen uitkomst voor dat probleem? Ja, maar ja, dan mis je gewoon een wat voor mij een hele essentiële ervaring is toch de interactie met het publiek. Ja, dat zei de meneer voor u, Gerard Schiphorst, ja. Die dus net optrad, ja. Met de Tube, die zei dat ook. Ja, maar het is ook de fysieke interactie. Ja, en ook als publiek zijnde. Ik zou het, weet je wel, die ervaring, ik ben bang dat je die ervaring niet meer kan krijgen als je heel ver uit elkaar zit. Ik heb nu al in theater vaak de neiging om mensen naar voren te roepen. Om zeg maar, ja, het met elkaar op dat moment te kunnen beleven. En als dat niet mogelijk wordt gemaakt, ja, dan wordt de aantrekkelijkheid van het theater veel minder dan dat het nu kan zijn. U heeft een hele mooie carrière achter de rug, hè, en bent nog steeds hartstikke goed bezig. Wat is als mevrouw die al 45 jaar bezig is en in 70 films heeft gespeeld, uw boodschap aan die nieuwe generatie die dus waarschijnlijk in angst leven en twijfelen over wat ze nou moeten met hun toekomst als acteur? Ja, nou ja, dat heb je natuurlijk maar ten dele zelf in de hand. Je moet natuurlijk je blijven ontwikkelen zelf. Maar alleen wil je thuis. Meegeven? Nou, ik wil ze meegeven. Probeer mensen te vinden waarmee je kan blijven creëren. Maar dat moet wel gesteund worden door een structurele ondersteuning van de regering. Om toch bijna een soort basisinkomen. Zodat je niet met alle zorgen van, oh god, kan ik nog volgende maand of volgende week dat en dat doen om te kunnen overleven. Dat je moet blijven kunnen spelen. Dat je moet blijven kunnen creëren. En alleen maar daardoor door te blijven gaan. Dus u pleit voor een basisinkomen voor mensen met creatieve beroepen? Nou ja, het zou fantastisch zijn. Ik denk dat het, ik weet niet of het haalbaar is, maar het zou fantastisch zijn. Ik had een gesprek met een jongen van de Jukebox Boys. Ja. En die zei, ik zou het wel lekker vinden als we zo'n €1.950 per maand zouden krijgen in plaats van die 1.050 die we nu krijgen. Oftewel, een basis kan ervoor zorgen dat ik door kan gaan met mijn creatieve ambities. Ja. Nou ja, maar dat is alleen maar mogelijk als men het belang ziet van cultuur. En daar twijfel ik aan of dat inderdaad bij veel mensen of een grote groep mensen gezien wordt. Dus daarom zit ik hier ook. Het belang voor cultuur, ook voor de volgende generaties. Laten we dan afsluiten met wat is volgens u het grootste belang van cultuur? Het verbreden van je horizon, inspireren, het voelen, het heeft met de senses te maken, met ervaring op het moment. Het kan je ontroeren, je kan lachen, je kan even de sores vergeten, je kan andere aspecten bekijken. En voor mij als acteur, ja, ik vond het altijd fantastisch om me weer helemaal te verdiepen in andere materie, als ik weer een andere rol mocht spelen, ja. Weet je wel. Verbreed je horizon, ja, absoluut. Namens hoeveel mensen tekent u? Nou, ik wil het eigenlijk voor er zijn heel veel acteurs, maar ik weet de cijfers niet. Dus daar kan ik niet voor tekenen. Ik wil het doen voor een volgende generatie die hopelijk, en dat zijn, ja, ik heb vier kinderen, kleinkinderen, in de leeftijd tussen 3 en 11. En ik hoop dat als zij groter zijn, dat ze nog zo kunnen genieten van cultuur als ik heb gedaan. Dus ik hoop dat er nog, als zij groter zijn, dat Oerol nog bestaat, de parade nog bestaat, dat de festivals nog bestaan. Dat ze met elkaar een totaalbeleving kunnen ervaren die zo belangrijk is. Dus ik doe eigenlijk voor mijn vier kleinkinderen en hopelijk de toekomst voor hun
met cultuur. Nou, als ze zo veerkrachtig en gedreven in het leven zullen staan als hun oma, dan gaat het absoluut lukken. Nou, hartstikke goed. Dus ik schrijf op namens 5 mensen? 5 mensen, absoluut. Dan mag u gaan tekenen. René Soutendijk. Vijf erbij, dus dat is 359.507 mensen. Nou, dat schiet aardig op.